Hoi hoi, leuk dat je weer bij mijn nieuwe video bent. Vandaag wil ik jullie een product laten zien die ideaal is voor mensen die net beginnen met kaarten te maken. Of voor mensen die graag makkelijk en snel een kaart in elkaar willen zetten. Het zijn namelijk de nieuwe 3D stansblokken van Studio Light. Het is een blok die bevat 12 bladzijden en elke bladzijde bevat één kaart. Dus je kunt met één bladzijde ook één kaart maken. Het is heel makkelijk ingedeeld. Rechtsbovenin zie je de voorbeeldkaart en het enige wat jij nog hoeft te doen is de artikelen eruit te halen of de plaatjes eruit te halen. En dat gaat zoals je ziet heel eenvoudig. Het is namelijk al voorgestanst. Nou kun je ervoor kiezen om dit met een schaartje of een mesje los te maken. Maar zoals je ziet gaat het heel eenvoudig. Dus je drukt ze er gewoon uit. Je hoort ook echt de gestanste kant, dat je hem er zo uit kunt duwen. Maar deze zit erg kort op de rand, dus dan is het wat lastig. Maar dan is het misschien wat makkelijker als je even een mesje erbij pakt. Maar hij gaat wel. Kleinere detailtjes gaan vaak wat makkelijker. Wat ik vaak zelf altijd nog wel even doe, is alle randjes beïnkten met stempelinkt. En waarom doe ik dat? Omdat je dan wat meer diepte krijgt. Dus gewoon, hoeft niet veel inkt te zijn, maar gewoon even die aanzet. En dat doe ik eigenlijk met alle onderdelen. En dan kijk ik naar het voorbeeld, hoe die ingedeeld is. Nou, dat spreekt eigenlijk allemaal ook voor zich. Die daarop. En dan kun je natuurlijk ook nog voor kiezen om leuk te spelen met 3D tape. Ja, dat je wat meer diepte erin krijgt. Maar je kunt hem ook gewoon zo met lijmen op elkaar plakken. Even spieken, want deze zit hier nog onder, zie ik. De banner, de vlinder. Nou, dat is echt nog geen 2 minuten werk. Als je zegt, ik vind de indeling leuker als die links of rechtsom in zit. Hè, of je zegt, nou, ik vind het leuker als die schuin zit. Je bent daar natuurlijk helemaal vrij in. Maar dat is nou zo leuk voor de mensen die net beginnen. Want heel vaak vragen mensen over, joh, maar hoe doe je nou eigenlijk die opbouw van die kaart? Nou, dat is helemaal fantastisch. Hier wordt gewoon al een voorbeeld gegeven. En als jij zegt, nou, ik vind het leuker op mijn eigen manier. Of ik vind het leuk om hier nog knoopjes en pareltjes of weet ik veel wat aan toe te voegen. Daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Maar de basis staat aangegeven en voor al die benodigdheden zit gewoon in dat vel papier. Dus ja, makkelijker kunnen ze het bijna niet voor je maken. Er zijn heel veel verschillende thema's in deze blokken. Dit is de serie van de Garden serie. Dus op de achterkant van elk blok kun je zien welke 12 kaarten je daarmee kunt maken. Ja, en de Garden serie zegt het eigenlijk allemaal al. Hè? Een beetje vogeltjes en ja, een beetje in het buitenleven. Maar ze hebben eigenlijk van alle lijnen hebben ze een serie uitgebracht. Dus de Janneke Brinkman, nou, waar die is altijd bekend met haar bloemen. Dus daar kun je allemaal dit soort kaartjes mee maken. En ze hebben dan nog de herenlijn. Dat is ook ideaal voor de mannenkaarten, want dat vinden mensen vaak ook moeilijk. Daar heb ik zelf ook het meeste moeite mee met de leuke mannenkaarten maken. Dus hier zie je ook 12 kaarten die je voor de man kunt maken. Een van mijn favoriete series, dat is toch wel de nieuwe serie, de Flower Delight. En dat komt omdat deze serie gewoon heel veel kleur bevat. En ik ben nou eenmaal iemand die graag met kleuren werkt. Dus deze springt er voor mij echt een beetje uit. Nou, je ziet het al aan de achterkant. Het zijn vrij druk bewerkte kaarten. Je moet ervan houden. Dit is wel helemaal mijn ding. Dan hebben we de Shabby Chic. Nou, dat is ook helemaal een populaire serie. Een beetje dat romantische. Dan zie je ook op de achterkant ook de kleurstellingen. Echt een beetje dat, ja, die romantische sferen. En dan hebben ze nog de Vintage Lijn. En daar krijg je dus allemaal een beetje van die ja, ouderwetse kaartjes mee.
Dus ik vind het een hartstikke leuk product voor zowel voor mij als kaartenmaakster, maar ook als je net begint of als je zegt, nou ik moet even snel nog voor die en die een kaart maken, ben ik helemaal vergeten. Nou, pak een blok en met 3 minuten dan heb je een kaartje klaar. Dus ik vind ze daar zeer geschikt voor. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en ik hoop jullie heel snel te zien weer in mijn volgende video. Doei doei!